Ik ben Marianne Snijder, 31 jaar en werkzaam als verpleegkundig specialist in een bemoeizorgteam voor dak- en thuislozen, illegale en onverzekerden van Parnassia in Den Haag. Daarnaast ben ik voorzitter van de vakgroep verpleegkundig specialisten binnen de PG. Dit is mijn verhaal over mijn opleiding bij de Parnassia Groep. Drie jaar na het behalen van mijn titel HBO verpleegkunde merkte ik dat ik meer uit mijn werk wilde halen. Uiteindelijk kwam ik uit bij een opleidingsplaats verpleegkundig specialist GGZ binnen de Parnassia Groep. Als je me vroeger had gevraagd of ik dit wilde worden, had ik nee gezegd. Mijn droom was altijd om straaljagerpiloot te worden of om te werken als neonatologieverpleegkundige. Maar daar kwam ik snel op terug na een stage in het ziekenhuis. Het was toch niet echt mijn plek. Het verschil met de verpleegkundige is dat je als verpleegkundig specialist breder bent opgeleid en niet alleen bezig bent met cliëntenzorg, maar ook met aansturen en beleidsvoering. Je hebt meer bevoegdheden dan een verpleegkundige, zoals medicatie uitschrijven, behandelplannen voorstellen, voorlichting en advies geven, maar ook houd je de regie en overzicht over behandelingen. Binnen Parnassia Groep ben ik regiebehandelaar. Tijdens de drie jaar van de opleiding krijg je het hele scala aan wat de GGZ te bieden heeft. Verschillende doelgroepen, theorieën, behandelingen. En wat het vooral zo leuk maakt, is dat je les krijgt van mensen uit het beroepsveld. Dat maakt het zo waardevol. Wat ik erg leuk vond aan mijn opleidingstijd, is dat je op verschillende afdelingen komt. Eén daarvan was een afdeling waar cliënten zijn opgenomen met onder andere ernstige persoonlijkheidsproblematiek. In dat jaar zag ik een cliënt die jarenlang het stilzwijgen over haar trauma's verbrak en uiteindelijk in woorden kon uitdrukken hoe ze zich voelde. Dat was heel bijzonder om te zien hoe ons werk daaraan bijdraagt. Ik heb tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ ontdekt dat ik een speciale interesse heb in traumabehandeling. De dak- en thuislozen met wie ik werk hebben vaak last van onbehandelde trauma's en daar wilde ik wat aan doen. Dat zie ik ook als de rol van een verpleegkundig specialist. Signaleren waar behoefte aan is binnen de zorg om deze waar mogelijk te verbeteren. Als je op zoek bent naar meer verdieping en verder wilt komen in je vak, dan raad ik je zeker aan om eens te kijken naar wat Parnassia Groep jou te bieden heeft. Je krijgt alle ruimte om alle mogelijkheden te ontdekken. Je bent nooit uitgeleerd.